Tot honderden meters afstand is de omgeving van de stationsbuurt in Capelle aan de IJssel afgezet. Onder directe buren is in eerste instantie grote twijfel. Een woningoverval op een hoogbejaarde buurman? Weet u wel dat die man zo dement is? Hij kwam wel bij ons op bezoek een enkel keer. En ik bracht mijn man hem een stukje weg. Dat die, is het wel waar wat hij... Hey, was hij nog bij kennis? Een medewerker van de thuiszorg treft in de overvallen woning het zwaargewonde slachtoffer aan. De 81-jarige man overlijdt kort na komst van politie en ambulance. Maar de zorgmedewerker heeft een mogelijke dader gezien. Die heeft één verdachte zien wegrennen. En die zoeken wij natuurlijk nu hier in de buurt. En het zou gaan om een donkere man, donker gekleed. Heeft een sjaal en een muts op. En zou tussen 20 en 30 jaar oud zijn. En hij is er lopend vandoor gegaan. Vorige week werd in de wijk Schollevaar ook al een bejaarde vrouw met een inbreker in huis geconfronteerd. Tot nu toe waren het vooral winkels en benzinestations. En zelfs ook een apotheek, maar dat nu in een week tijd ook nog twee oude mensen thuis op een dusdanig grove manier zijn overvallen, waarbij die man van vandaag zelfs is overleden. Het is echt afschuwelijk. Aan de stationsbuurt is elk gevoel van veiligheid weg. Ja, er is hier een keer een dag en daar had ik longontsteking. En toen heeft er ook iemand aan de keukendeur en aan die balkondeur kapot gedraaid. Die wilde hier ook naar binnen. Wij doen uitgebreid onderzoek naar deze overval. Het is een laffe daad, dus we willen deze zo snel mogelijk oplossen. We weten nog niet hoe de overval is gepleegd en dus ook niet hoe de man om het leven is gekomen. Wat er bij de overval eventueel is buitgemaakt is nog niet bekend.